We gaan het hebben over Senua's Saga Hellblade 2. Een lekkere korte game die op de Xbox en de PC gaat uitkomen. Dat zal in mei gebeuren. En hij wordt Digital only. Daar gaan we het straks over hebben. Tegen een ja, wat, wat lagere prijs. 50 euro. En daar gaan we straks ook nog even over hebben, of dat wel de ideale prijs is. Um, dit is een game waar ik. Dit jaar denk ik het meest naar uitkijk. Ja, het meest zelfs. Het meest van allemaal. Ja, ik, ik, ik heb Stalker ook nog heel hoog staan. Alleen ben ik bang dat die game of uitgesteld gaat worden of niet zo goed gaat worden. Hij is laatst uitgesteld. Hij is laatst weer uitgesteld naar Vorige september. Week. Dus we Precies. zitten al bijna in 2025. En ja. het zal zomaar nog eens een keer uitgesteld worden in verband met de oorlog. Maar dit is wel iets. Um, en ik hou heel erg voor van een soort van. Af en toe aan het leiband te lopen van de developer die mij door een cinematografisch hoogstaand avontuur leidt. Ik vind dat lekker. Sommige mensen zeggen van ja, te weinig gameplay, te weinig gameplay. Ja, mij maakt niet uit. Ik heb dat uh, uh, in principe, uh, in de basis heb ik dat. Inderdaad, mm -hmm. dat ik denk van ja, maar een quick time event uh, spelen, ja, dan, dan ga ik wel een film kijken. Ja. Aan de andere kant zijn er soms projecten zoals de uh, uh, Hellblade uh, of de Cinema's uh, Saga, dat ik denk van nou. Sommige dingen zijn zo speciaal en vet. Uh, ja. dan, uh, dan doorsta ik het quicktime event uh, gedoe wel. Nee, absoluut. Uh, het is gemaakt door uh, Ninja, Ninja Theory. Theory. Dat is weer wat anders dan Team Ninja. Die is natuurlijk weer met andere games bezig. Het is een indie studio die de eerste game in 2019. Hellblade uh, Senua's Sacrifice was dat volgens mij. Ja. Uh, gemaakt had met minder dan 20 mensen. Oh, en okay. ze focusten zich heel erg op... op uh, een hoogwaardig beeld. Dus het. het uh, Senua is de en Zij heeft uh, psychische problemen. Uh, een beetje schizofreen. En, Psychose. Ja. Psychoses. En dat wat je meemaakt, ja, het is mij nooit helemaal duidelijk. Is dat nou echt of zit ik nou in een psychose van haar? Of, uh... Dat is het idee. Dat, uh, dat is natuurlijk juist ook uh, wat mensen in een psychose beleven. Sommige dingen dat je denkt van ja, is dit wel echt? En je denkt dan natuurlijk sowieso dat het echt is. En dat heb je als gamer nu een beetje meegemaakt. Ja. En ik denk dat we daar in principe wat meer van gaan zien. Honderd um, Ik ben daar ook wel dan gelijk... Soort van ja, niet niet sceptisch hoor, maar benieuwd naar van nou dit hebben we in deel 1 uh, Sacrifice. Zo dat was toen een, een, een slag bij, een donderslag bij heldere hemel. Ja, van hoe, hoe dat Ja, nu ken je dat principe natuurlijk dat er een soort van schijnwereld in haar hoofd mm -hmm. uh, is, terwijl ze ook al wel in het echt uh, uh, moeilijke dingen meemaakt. ja. Want ze is nu. Uh, ze is natuurlijk in deel 1, het is toch weer een tijdje terug hoor. Maar een soort van door de vikingen, volgens mij, opgejaagd. Zij is een, Keltische, uh, uh, van een Keltisch volk. Ja. Uh, opgejaagd. En ze, ze komt nu in deel 2 volgens mij op IJsland terecht. Mm -hmm. um, waar ze dus weer moet vechten voor haar uh, bestaan. Maar dus ook met de innerlijke demonen. De innerlijke in de hoofd, demonen letterlijk. inderdaad. Ja. En dat vind ik het tof aan deze game. Want in principe is zij een held. Maar zij is waar je een archetype uh, gameheld over het algemeen onvolschrokken is. En uh, bedoel, ze kan honderd keer een klap van een zwaard krijgen. Ze zal nooit bang zijn. Ze gaat er gewoon weer in. Zie je bij haar wel de twijfels? Ik bedoel, aan de ene kant is ze een enorme badass. Ja. Aan de, aan de andere warrior, kant is ze ook, ook gewoon, een mens. Is een mens van ja. vlees en bloed. En ja. heeft ze de angsten. En durft ze dingen niet. En nou, dat... uh, maakt ze die, die, die strijd door van ik zal dit toch moeten ondergaan. En soms ja. lukt dat dus ook niet. Um, dat vind, ik, dat vind ik heel bijzonder. En, ja. en het mooie daarvan is, is dat het uh, een avontuur wordt van 7, 8 uur. Dat hebben ze nu ook weer aangegeven. Ja, dat zei ze ook heel deliberate in de laatste presentatie. Zeker. Van een korte game uh, ja. waarin wij vertellen, cinematisch, wat we willen vertellen. Nee, absoluut. En, en dat vind ik ook wel fijn. Want ik denk dat, dat je misschien op een gegeven moment ook gaat ergeren. Van, oké, okay, nou, dan gaat ze weer onzeker zijn. Of krijgt ze weer de man. Nu heb ik dat wel een beetje gehad. Juist binnen 7, 8 uur kan je dan zo'n verhaal ook helemaal. Afvertellen. En um, ja, ik, ik, ik hou daar wel van. Ik bedoel, ik kan me voorstellen uh, dat mensen het misschien te kort vinden voor 50 euro. Ik, ik had liever gehad dat het Misschien vier tientjes was geweest. Was ja. misschien een betere prijs geweest. Maar uh, mensen zijn gewend aan langere games. Je speelt het één keer uit. Zit er een moeilijkheidsgraad in? Ja, er zit permadeath in. Dus het is ook weer niet per se super makkelijk, maar ook niet super moeilijk. Nee, nee. je gaat dit één keer ervaren, denk ik. En... nou ja, of, of dus als je een keer doodgaat of wat dan ook, misschien een keer of twee of drie. Uh, uh, stel je gaat Perma permadeath voor net voor het eind dood. Ja, we hem nog een keer doen. Wat natuurlijk wel charmant is en ook prima te doen voor, voor zeven uurtjes. Ja. Um, ja, kijk, dat is, dat is een lastige vraag. Het is heel subjectief hoeveel geld iemand over heeft. Uh, de berichten die ik altijd uit de community hoor, is van nou: ja, je kan in principe niet een prijs koppelen aan gameuren, gespeelde gameuren. Nee, nee, dat, is ook zo. Dat Wat? kan, maar, maar ja. dat is dus niet hoe we dat moeten doen, denk ik. Nee. Um, dit, is, hè, dit is een, een, een passieproject. Nou, ja, dat mag misschien best vier, vijf tientjes zijn. Inderdaad, mm -hmm. voor die zeven uur dat het is. Nee, absoluut. De uh, gameplay is inderdaad gewoon third-person action. Gecombineerd met een stukje exploration uh, puzzelen. Uh, dan met name van wat zit nou in je hoofd, wat niet. Um, er zitten uh, runes die je gebruikt om, om verder te komen. En daarnaast is er ook een heel belangrijk aspect, is de muziek. En eigenlijk, deze combinatie moet voor jou bijna wel. Ja, ideaal zijn IJsland, uh, een beetje die Viking-Noorse natuurmythologie ja. en, uh, en Heilung. En Heilong erin, nou, daar heb je ja. bijna alles wat je ja, maar jij Daarom, dat is, dat, is, dat, is, dat is toen, toen ook die eerste, die eerste trailer die we net zagen, ja. de eerste trailer van, van de, de bekendmaking van deze game. Ja, toen is het iets van Jesus Christ, het wordt nog toffer, zeg ja. maar. Uh, omdat het, het leek nog wel wat groter, maar daarom hebben ze gezegd, nee, het blijft nog steeds een, een kort cinematografisch verhaal. Ja. Um, maar, uh, ja. Het, en ook hoe het eruit ziet, hè? Die Unreal 5 Engine stuff. Ja. Het, 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 misschien wordt het wel op het moment dat het uitkomt, een van de mooiste. Ja, misschien wel de mooiste game. Maar ja, uh, de de, op dat de moment. oude versie 2019, start hem gewoon eens een keer op. Volgens ja. mij staat hij wel op, op Game Pass. Weet je, hij, hij kan vandaag de dag nog steeds gewoon meedoen met de top. Ja, en het is dus insane. kun je nagaan dat, dat deze echt een ja. Unreal 5, uh, waar, waar ze vrij uh, close ook mee hebben samengewerkt, uh, dan met Epic, denk ik. Ja. Gewoon om, uh, om, om die game echt, en dat willen ze ook natuurlijk gewoon echt. Visueel gewoon heel, heel sterk te laten zijn. Ja, en dat ja. is natuurlijk ook omdat het zo'n beperkt project is. Het is niet een massive open wereld waar allerlei dingen al klaar moeten staan. Kunnen ze zich steeds focussen op dat wat je voor je ziet? Dus al het ja. detail, alles wat mogelijk is, dat zit daar uh, voor in. En dit, is, dit is gewoon echt zo'n game uh, die, die mij gewoon in een weekend, die ga ik samen met mijn vriendin spelen, Weet je wel, grootscherm, uh, gordijntjes dicht, weet je wel, uh, alles op 4K zetten. Ja. En ja, ik, ik vind aan. dat een. Ik vind dat een 4-5 tientjes wel waard. En nogmaals, ik heb Game Pass. Dus dan is het hem helemaal waard. Weet ja. je wel? Dat is fantastisch om, om, om te spelen. Um, mensen zijn een beetje boos dat hij digital only is. Nu is dat niks nieuws. Want het vorige deel was. Ook digital only, maar na een jaar kwam er ook een fysieke versie. Ik denk dat ja, dat. Bij, hier ook bij, gaat bij, bij succes natuurlijk. Ergens gek dat ze dat dan voor deze. Want ze weten nou, ze dan kunnen dat er. De wel een mensen... houden. Ze willen dus inderdaad, want op het moment als je dan het doosje en dat... Dan komt er weer wat geld bij, dan wordt hij wel 16. Ze zeggen van het is, het is 7, 8 uur, dus is het 50 euro. Ik denk dat we hier. Ik zie nog steeds wel een heleboel verzet vanuit de community, vanuit de hardcore gaming community. Um, ik, vind, ik hou zelf ook nog wel van de doosjes. Maar ik denk wel dat we hier langzaam naartoe gaan. Ja, dat, dat zegt de, 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 de industrie. Uh, ja. Ik, ik, ja, en ik denk ook dat er, dat er nog heel veel games zullen heel lang zullen blijven uitkomen die wel physical copies hebben. Of doosjes Zeker? waar dan ja. niks in zit. En dan heb ik helemaal zoiets van: ja. wat de fuck doe je dan? Koop je gewoon een leeg plastic hoesje met een met geprinte cover art? Dat kan je zelf ook wel doen. Ja. Weet je dat? Nee, maar dan is het voor mij. Ja, oké, okay, fair enough. Um, kijk. Ja, ik, ik ben daar vrij een beetje lomp en wat dan ook in. Mm -hmm. Als jij per se een doosje van iets wilt... en deze game komt niet met een doosje... dan ga je de game niet spelen. Nee. Punt. Het is maar jouw jij, keuze. Jij, jij hebt dus, net als mij, eigenlijk niet echt een probleem... met die acht uur. Maar, maar vind je dan dat die acht uur... Dus die game moet voor jou dan ook wel... Als die game nou straks... Oké, okay is weet je wel, van ja, is hij kut. is oké. Okay, en het een beetje zelf, dan is, dan is het opeens zo kort. Dan is het Dat maakt dat korte karakter ook ja. nog eens keer extra kut. Ja, dat, dat is wel. Kijk, maar dat, is, dat geldt natuurlijk in principe met alles. Hè? Ik ga ook wel eens uh, voor twee tientjes naar de bioscoop. En is het Zeker? gewoon een kut film. Ja. Uh, dan denk ik van ja, zonde eigenlijk van mijn twee tientjes, die had ik ook ergens anders aan kunnen uitgeven. <laughs> ja. En dat heb je soms ook wel eens met een game. En daarom ben ik bijvoorbeeld zelf, nogmaals, daar ben ik gewoon heel anders in dan de meeste andere mensen. Maar ik breng dingen niet terug. Nog nee. sterker, ik hoef het ook bijna nooit te kopen, want hè, we zitten hier, dus we krijgen vaak nog wel een kopietje. Ja. Maar uh, van dingen die ik koop, als ik iets verkeerd heb gekocht, ja, fuck mm het. -hmm. Het is dat, mijn eigen domme schuld. Had ik het maar weet ik veel in de winkel moeten uitzoeken. Had ik er maar een demo van moeten spelen. Ja. Of nou, ja, ik heb gewoon, ik heb fout gemaakt. Ik ga het ja. niet terugsturen en helemaal niet van games, omdat, ja, daar hebben alsnog mensen gewoon ja tenzij het kapot is dat je een, ja. een, 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 hoe heet het de day before dat is natuurlijk een ander verhaal als er iets echt gewoon niet klopt maar ja als je als er iets niet naar je smaak is ja, ik snap het hoor je kan het ook terugsturen maar ik heb zoiets van ik heb deze fout gemaakt dus nee. ik denk dat we er ook wel meer dat we dat op Game Pass meer gaan zien uh, ik denk dat er een enorme markt is maar ook een enorme wil van Microsoft om die kleinere games en dan bedoel ik niet kleiner Per definitie in Indie. Want uh, Ninja, Theor of, uh, uh, ja, Ninja Theory noemt zich ook geen indie meer. Wij zijn geen Indie meer. Het is meer. ook helemaal geen Indie hoor. Maar uh, ja, daarvoor misschien... vonden ze een beetje, voelden ze zich nog wel. Want toen waren ze nog onafhankelijk, maar ik oh, zo. ze in het overbeamt. Daarom, het is ten eerste een first party studio van Microsoft. Ja, en ten tweede ja. hebben ze ook voor Hellblade, Misschien hebben ze dat ook met een team van twintig mensen gedaan. Um, ik denk dus dat het een soort van side passion project was, dat op een gegeven moment dus gewoon het hele project is geworden. Want daarna daarvoor hebben ze uh, Devil May Cry gemaakt. Ja, uh, enslaved, en... uh, Wat dan nou ook. Dat zijn allemaal geen indie-games. Nee, 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 dat is waar. Dus, 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 maar ik, ik denk wel dat Microsoft er baat bij heeft. Als zij zich gaan focussen alleen maar op die hele grote games. die een ontwikkelproces van vijf, zes jaar hebben. Maar dat doen ze juist al niet. Nee, ze hebben gewoon. <laughs> elke kwartaal hebben ze gewoon content nodig. Ja. En dat zie je dus terug. Dat zie je terug bij deze game. Dat zie je misschien ook op een bepaalde manier bij Avald. Uh, terug waarvan mensen zeggen: ja, maar grafisch dit en dat. Die games moeten gewoon binnen. Twee, drie jaar ja. gemaakt worden en dan, dan ga je wat terug misschien in scale uh... als je maar dat is niet zo erg als, als je maar, het maar gewoon goed is. ja in wat niet terug gaat qua kwaliteit en nee. dat is inderdaad een beetje dat zie je ook bij de filmstreamers een beetje bij Disney gebeuren er moet elke maand iets nieuws uitkomen ja. waardoor de kwaliteit gewoon naar beneden is gegaan de laatste nee. paar jaar en nee. hopelijk Microsoft heeft zoveel studio's gekocht ga je dit niet zien datzelfde bij maar je kan het al eigenlijk een beetje zeggen dat dat gebeurt mm -hmm. maar Um, ja, op door bijvoorbeeld hè, Obsidian heeft Grounded gemaakt. Even wat Het is een hartstikke leuke game. Maar nee. sommige dingen voelen als vullende full, ja. content. En die worden dus of korter, maar... of gewoon wat minder groots. Ik heb liever dat dan wat je. Want PlayStation heeft hetzelfde probleem. En die is dan gewoon dezelfde game van drie jaar terug nog een keer aan het uitbreiden. Ja, dat is poep. Dat heb ik liever ook niet. Nee, dat, dat dus ik heb liever je, je ziet daar gewoon een, een, wel, een, wel een issue in. Um, ik ben wel benieuwd, daar ben ik het ook met je eens. Van uh, uh, het unieke van uh, de eerste Hellblade-game was dat die psychose. Hè, dat, ja. dat, dat, dat had je eigenlijk nog niet meegemaakt. Dat is wreed. Dat is, is dat een tweede keer leuk? Want ik heb het ook bijvoorbeeld. Je hebt dan een beetje die, 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 die hoe heet het nou? Uh, die detectives, weet je wel. Dat is dan zo'n film noir, weet je. Dat is altijd de detective die dan aan de drank is, weet je. Dat vind ik dan één keer leuk. <laughs> ja. Maar als je dan verschillende films ziet, is steeds ja. zo'n gast die uh, gezopen en dan heeft hij weer een kater, maar hij lost het toch weer op. Op een gegeven ja. moment ken je dat wel. Ja. En is dat dan nu weer leuk? Uh, dat gefluister en dit. en dat. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Want dat Precies. is het enige eigenlijk, grafisch 100% zeker dat dit waanzinnig gaat zijn. Weet je wel, de muziek, de sfeer. I IJsland is fantastisch, uh, IJsland. Maar gaat het dezelfde impact hebben? Ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, nou en ik, ik, ik kan me voorstellen: omdat de eerste game ja, slim is een groot woord, maar uniek was. Uh, dat ze ja. daar op die manier toen goed over naar hebben gedacht om het uniek te maken. Dat ze daar dus nu ook weer veel aan doen. Om te zorgen dat. En dit, schij, dit is volgens mij dus gewoon een real 5 beeld. Wat we hier ja. zien. Want je denkt, gewoon dit is gewoon gefilmd. Ja, dit... Dit is, ik heb een paar van die tech demos ook gezien van deze, games, uh, ja. van deze game, dat ze dat aan het overzetten. Maar, maar ik kijk nu gewoon, is dit geen camerabeeld? Dit is insane. En volgens mij is dat dus gewoon in, uh, in engine dit. Nee, nou ja, absoluut. En, en het, 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 het helpt zo mee, mee, want mensen die psychoses hebben, bedoel je kan het allemaal wel roepen en je kan wel geluidjes maken, maar je moet het aan een gezicht zien. Ik, bedoel, yeah. uh, ik ben opgegroeid op een psychiatrisch uh, ziekenhuis, omdat mijn vader daar werkte. Ik weet hoe mensen eruit zien als ze psychoses hebben en of zwaar depressief zijn. Je ziet het yeah. aan ogen en alles. Als dat er niet in zit, yeah. ja, dan, dan wordt het een gimmick. En ik ben heel benieuwd wat ze, ze hebben beloofd. Vergeet helblee. Dit gaat. We gaan echt een stap verder. Dan. Ja, en dat 5. is. Dat is. Nou ja, dat inderdaad. Sowieso. Qua hoe het eruit ziet. Uh, ja. dus dat het nog meer op. Inderdaad, die. die mimiek of wat dan ook. Van, van mensen doet. Maar. En daarom. Dat is wat ik. Het verhaal wat ik net probeerde uh, te doen. Is dat. Ik denk dat ze. De studio inschattende. Uh, wel iets hebben verzonnen. Waardoor het niet. Oud oude nee, voelt. Zoals. Het, deel ja. 1. Ja, ze nee, zullen ik. iets hebben bedacht. Waardoor het toch weer fris en nieuw. Uh, is ook al. Kennen we het uh, psychose trucje. Zeg maar. Ja. Goed. Uh, Senua's Zaka Hellblade 2. Hij komt in mei. Wanneer weet ik niet. Uh, er is nog geen vaste datum. Maar het wordt mei 2024. Uh, wij zijn er in ieder geval al klaar voor. Zeker. Ja.